Goedenavond en welkom bij de expertmeeting. Welkom aan onze gasten en zeker ook welkom aan alle mensen thuis. Fijn dat jullie er zijn. Ja, we hadden ons deze avond ook anders voorgesteld. Helaas is het niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten. Dat fysiek ontmoeten wat onze expertmeeting juist zo leuk maakt. Maar in deze tijd is het belangrijk om elkaar toch te blijven zien en elkaar te informeren. En dat is precies wat we vanavond gaan doen. Ik ben blij met de gasten die we vanavond hebben. Natuurlijk Fred Pels, die wat gaat vertellen over de kracht van sport en bewegen als middel in de gemeente Os. Maar ook ons panel, dat de sportwereld van Os vertegenwoordigt. Het panel dat ook de stellingen en resultaten van de Osse sportenquête bespreekt. Het is mooi dat we de expertmeeting op deze manier door kunnen laten gaan. In de Os is Gezond Week, waarbij sport, bewegen en gezondheid centraal staan. Ik heb er zin in en ik wens u ook veel plezier vanavond. Goedenavond Kees, welkom bij deze expertmeeting. Kees, wat verwacht je van vanavond? Ik verwacht vanavond nieuwe dingen te horen. Het vervolg, het eerste vervolg op ons sportakkoord. En ik hoop van de column en van datgene wat Fred Pijls ons gaat vertellen en heel veel inspiratie te krijgen en misschien ook wel nieuwe dingen te leren. Nou goed, die spanning die hebben wij allemaal een beetje wat we vanavond gaan brengen. Kees, het was natuurlijk een rare tijd. Is jouw rol als wethouder sport de afgelopen maanden nu erg veranderd? Ja en nee. Ik ben natuurlijk nog steeds wethouder sport. Maar ik mis het feit dat ik naar sportverenigingen toe kan. Ik mis, net als de meeste mensen, ook het feit dat je zelf kunt sporten. Wat ik wel zie en waar ik heel blij mee ben, is dat deze tijd, deze crisistijd, want we noemen het crisis, ons ook wel een aantal goede dingen heeft gebracht. Ook in relatie tot het sportakkoord. Dat zie ik ook. En als je dan nu kijkt naar sport en bewegen richting 2021, wat denk je dat sport en bewegen dan gaat betekenen voor ons? Ja, nog meer. Ik denk dat we in tijden als deze nog meer beseffen hoe belangrijk het is om te bewegen. Hoe belangrijk het is om zelf te kunnen bewegen, maar ook hoe belangrijk het is om anderen te ontmoeten. En sport heeft denk ik een hele mooie functie daarin. Je komt elkaar tegen, het ontspant, je kunt je hoofd leegmaken. En ik denk dat we sport en bewegen nog meer gaan waarderen als gevolg van deze crisis. Kees, in ieder geval dank voor deze inleiding. We zien je straks terug bij de sportenquête. Maar voordat we doorgaan met onze hoofdspreker Fred Pels, gaan we in eerste instantie nog eens even kijken naar Justin, degene die regelmatig wat vlog voor ons maakt. En hij heeft deze keer gaat hij op bezoek bij de Thuis in Os Cup. Oh, vlogkoning! Beste kijkers, welkom allemaal bij een nieuwe vlog. En deze vlog die staat in het teken van de stichting Thuis in Os. En Thuis in Os, daarvoor heb ik Angelo uitgenodigd. En Angelo, zou jij mij wat kunnen vertellen over deze stichting? Ja, zeker. Thuis in Os is een stichting die ongeveer 5 jaar bestaat, volgend jaar. En de stichting houdt zich eigenlijk bezig met mensen die nieuw zijn in Os, gevlucht uit oorlogslanden, veelal. Om ervoor te zorgen dat zij weer een goede start krijgen in de gemeente. En daarvoor hebben jullie pas geleden ook hier achter op het veld een hartstikke mooi project gerealiseerd. Vertel er eens iets over. Klopt, 1 keer per jaar organiseren we de Thuis in Os Cup. Waarbij eigenlijk iedereen vanaf een jaar of 16 welkom is om een mooie avond met elkaar te voetballen. En dat was een aantal weken geleden hier achter op het grote veld. En dat was een hele mooie avond. En een van die voetballers is Bashar. En Bashar, jij bent niet voor niks meegekomen, want ik wil jou eigenlijk gaan uitdagen voor een challenge. En jullie hebben hier pas geleden achter op het veld gevoetbald. Dus ik stel voor dat we een voetbalchallenge voor gaan maken. Laten we even naar binnen gaan en dan ga ik jou uitleggen wat de bedoeling is. Hey Bashar, we staan hier boven de sponsorroom van Top Os. De challenge luidt als volgt. Zometeen, vanaf hier, startpunt, de bal in zo min mogelijk schoten, binnen door het gebouw,
voor het goal van de Seaside te krijgen. Ben je er klaar voor? Let's go. Let's go. Dit is slim. Ik had eigenlijk zo moeten bedenken. Jouw beurt. Oké. Ja. Ja. Hey Bashar, complimenten, goed gedaan. Ongeacht wie er heeft gewonnen, de winst bij jullie zit er voornamelijk vooral in een geldbudget dat jullie hebben gekregen vanuit het Osse Sportakkoord, namelijk €250. Angelo, welke bestemming krijgt dat budget? Met het budget gaan we proberen om dus thuis een Oscup, die we nu hier laatst hebben georganiseerd, om dat een aantal keer per jaar te organiseren samen met SEC en Top Os. Dus wellicht dat ik Bashar volgend jaar nog een keer kan uitdagen voor een challenge. Wellicht. Ik dank jullie wel en heel veel succes ermee. Dankjewel. Oké. Oh, Rob Koning! Fijn dat jullie er zijn. Mijn naam is Fred Pijls, bestuursvoorzitter van Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant, maar ook judoleraar met zesde dan judo. Ik wil jullie vanavond meenemen in mijn persoonlijke verhaal, maar ook mijn maatschappelijke taak, de kracht van sport en bewegen. Laat ik beginnen met mijn persoonlijke verhaal. Toen ik 4 jaar was, werd ik door mijn vader op de judomat neergezet. Daar ben ik nooit meer van afgestapt, 50 jaar lang. En ik heb zelf ervaren hoe het is om ook aan kinderen les te geven en iets mee te geven zoals judo bedoeld is, pedagogisch, sport en bewegen, maar ook vooral de sociale omgang met elkaar. Wat is die betekenis voor jeugdigen om zich zo te ontwikkelen? En dan ook als ik maatschappelijk kijk, datgene met een psychische kwetsbaarheid, ook ik kinderen op de mat heb gezien die juist dat nodig hadden om in de judosport zich te kunnen ontwikkelen. Zelfvertrouwen te krijgen, de omgang met anderen, met leeftijdsgenoten en dat binnen een judosport waar het geldt het stoeien met regeltjes. En toen ik in mijn promotie zat voor mijn zesde dan judo, heb ik een werkstuk gemaakt wat juist de titel had Sport en Bewegen en Bijzonder Judo voor kinderen met een psychische kwetsbaarheid. Ik heb toen judolessen gecombineerd met groep 3, 4 en 5 op de basisschool en met die leerkrachten gekeken 3 jaar lang wat het effect is wat zij merken in het klaslokaal. Hoe kinderen met elkaar omgaan. En hoe de betekenis van judo is in de jonge levensjaar om je te ontwikkelen. Nou, dat is voor mij altijd de intrinsieke motivatie, dat ik blij mag zijn, dat ik leiding mag geven samen met een collega psychiater Annemarie Schram aan een mooie organisatie GGZ Oost-Brabant. Elke dag weer geeft dat mij de intrinsieke motivatie om binnen die organisatie te stimuleren en te faciliteren om het beste uit jezelf te halen. En wat op ons pad kwam, was ook de kracht van sport en bewegen. Dat sluit naadloos aan bij al die medewerkers van GGZ Oost-Brabant, die dag in, dag uit, bevlogen, betekenis willen geven aan gezondheid die je eigen familie gunt. Want dat is eigenlijk wel daar waar we voor staan. En een bijzondere mentale gezondheid. Want mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben, proberen wij met die 2000 medewerkers weer veerkracht in het leven te geven, regie te geven over het eigen leven. En dat zodanig te doen dat je eigen partner, vader, moeder, kind aan ons toevertrouwt om in goede handen te zijn waar we hele specialistische hulp bieden. En die specialistische hulp gebieden
op het gebied van gezondheid die je eigen familie gunt. Dag in, dag uit staan we daarvoor. Om maar een beeld te geven wat dat betekent voor cliënten, maar dat zijn ook burgers van OS. We doen dat vanuit een visie. En dat is een herstelvisie. Dat betekent dat we vooral kijken naar de mens met al zijn leefgebieden. Het gaat niet zozeer over die stoornis, maar het gaat veel meer over welke rollen heb jij in je leven? Wat wil je vervullen? Wat ben je misschien verloren en wil je herstellen? Dus eigenlijk een normaal dag- en nachtritme, iets zinnigs te doen hebben overdag. Mensen op wie je terug kunt vallen als het wat minder gaat, die zijn essentieel voor het herstel. En dat zegt iets veel meer over hoe je als mens in je leven staat, met levensgeluk, en als het iets minder gaat, hoe wij er ook betekenis kunnen geven bij die herstelvisie. En juist vanwege het feit dat die herstelvisie aansluit, neem ik jullie even mee wat positieve gezondheid betekent. Betekent veel meer uitgaan van veerkracht in je leven. Vooral kijken naar dingen die je wel kunt, dan alleen de dingen te benoemen die je niet kunt. En dat is op het gebied van lichaamsfuncties, je mentaal welbevinden, zingeving in het leven, die zinvolle dag, je ervaren kwaliteit van leven, ook de wijze waarop je het dagelijks functioneren en natuurlijk de wijze waarop je mee kunt doen in de maatschappij. Als GGZ Oost-Brabant en mij als persoon in de proeftuin aanpak, zie dat juist al die invalshoeken zo betekenisvol zijn voor burgers. En dan hebben we het niet meer over patiënten of cliënten, maar burgers. We kijken naar hoe op het gebied van wonen, welzijn, maar dus ook sport en bewegen, hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen hun eigen grieven kunnen terugpakken. We stellen 3 vragen. Wat kan ik? Wat wil ik? En wat heb je daarvoor nodig? En op die manier gaan we kijken hoe ook sport en bewegen een plek gaat krijgen in het herstel en een eigen regie. En dat daarmee die mentale, maar ook die fysieke veerkracht wordt aangesproken. Dat vraagt ook iets, namelijk over je eigen domein heen te kijken. We merken steeds meer dat als we naar een wijk kijken, en in dit geval de Ruwaard bijvoorbeeld, dat het ook van het team in de wijk, zowel de huismeester als een psychiatrisch verpleegkundige, als iemand vanuit het welzijnswerk, maar ook vanuit buurt, het wijkcentrum, de sportverenigingen, je vooral moet kijken wat kun je nog sterker maken door over je eigen grens heen te kijken. En er is zoveel te halen. En daarin willen we optimaal gebruik maken wat we juist ook ervaren in de gemeente OS. Waar ontzettend vooruitstrevend wordt gekeken hoe we over die domeinen heen. Ook in het OS'se sportakkoord bijvoorbeeld. Kunnen profiteren van elkaars kennis en kunde ten behoeve van die burgers. Ik heb er ook bijgezet veranderingen. Zijn op microniveau voor de burger zelf. Maar ook in zo'n wijk, in zo'n wijkteam, over de grenzen van die organisaties heen. Daar is ook iets voor nodig. En ik hoop dat ik vanavond ook een bijdrage kan leveren om dat nog beter over het voetlicht te brengen. Op mesoniveau voor die veranderingen. En daarnaast, ik heb ook even macro erbij gezet, en dat is ook vaak een bestuurlijke rol. Hoe kun je nou dat proces op burgerniveau, op wijkniveau, op dat teamniveau versterken? En ik ervaar alleen maar, zoals Kees, zoals Mark, maar zo zijn er vele bestuurders, dat we daar een gedeelde visie op hebben. Dus ben ik ook blij dat ik vanavond gevraagd ben om hier iets te vertellen hoe ik vanuit mijn perspectief, maar ook vanuit GGZ Oost-Brabant er tegenaan kijk. En dat kan ook alleen maar als je daar een collectieve ambitie in hebt. Het maatschappelijk rendement, de uitdagingen waar we allemaal voor staan, en dat gaat niet alleen maar over geld, mensen, dat gaat ook hoe kunnen we met alle capaciteiten van de burgers die we hebben in zo zinvolle en zo, weet je, kwaliteit van leven en wijken vitaliteit bevorderen. En dat merken natuurlijk ook, om maar even vanuit gemeenteperspectief te kijken, dat OS daar echt voorloper in is. Hoe we daarop sturen en maximaal gebruik maken over de grenzen van de organisatie heen te kijken. Dat op macroniveau met elkaar te regelen en vooral ook te experimenteren hoe dat werkt. Een heel mooi voorbeeld daarvan is dat inzet van sport en bewegen, dat we natuurlijk zien dat
mensen bij beperkte sociale capaciteiten of als gevolg van lichamelijke factoren of psychische factoren, jullie zagen juist dat spinnenweb van positieve gezondheid, niet altijd even makkelijk in staat zijn om te participeren. Maar als je nou een aangrijpingspunt hebt, waarbij je kijkt naar die zelfredzaamheid, dan zien we natuurlijk ook dat juist sport en bewegen als middel ingezet kan worden om dat te bevorderen. In eerste instantie in lichamelijke factoren. Maar als geen ander als judoka weet je ook dat, en het is met Oosterse sporten zo, het niet alleen maar over iets fysieks gaat, maar ook mentaal. Jigoro Kano, de grondlegger van judo, heeft ook bedoeld met minimale inspanning en maximaal resultaat, is meer fysiek, maar een bijdrage aan het algemeen welzijn. Dat was het tweede doel. In Japan wordt op elke school gejudo'd, vanwege pedagogisch aspect, maar ook vanwege lichamelijke, psychische en de sociale capaciteiten. Namelijk een teamverband sporten vraagt iets over sociale verhoudingen. En we merken bij burgers, dus onze cliënten, dat die verstoringen daarin zijn. Mogelijk van huis uit niet meegekregen of er zijn allerlei live events geweest waar dat minder makkelijk is gegaan. En het herstel ervan zien we natuurlijk ook door met elkaar te sporten. Sport verbindt, inzetten van een middel. Daar horen natuurlijk ook iets dingen bij als een akkoord, een collectieve ambitie, het Ossensportakkoord. En het SEC heeft in samenwerking met de gemeente Os op het gebied van sport en arbeidsreïntegratie het traject Sportmaat voor Werkdaad ontwikkeld. Nou, dat was voor ons een uitgelegen kans om dat concept door te ontwikkelen voor sportmaat en sportieve daginvulling als aanvulling op datgene wat wij vanuit onze specialistische kennis doen vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb altijd het voorbeeld waarin je een schaal van 0 tot 10 kunt zien en een burger die een behoorlijke angstklachten heeft, niet uit zijn huis durft te komen, heeft natuurlijk een gerichte behandeling nodig. Die staat op 0 wat betreft die eigen regie. Met de behandelingen die wij inzetten, maar ook elementen van bijvoorbeeld psychomotoren training, dat is training gericht op dat je je grenzen kunt verleggen en dat je meer sociale contact kunt aangaan, kunnen wij bijvoorbeeld van 0 tot 5, 6 onze capaciteit en competenties inzetten. Wat we nu vaak doen, is dat wij tot 10 doorgaan. En wat leert nou sportmaat en die sportieve daginvulling? Dat juist anderen vanuit welzijn, maar juist ook vanuit SEC, vanuit de verenigingen, op het niveau van een 6 al kunnen insteken, waardoor het veel normaler is om te sporten, contact te maken en juist die sociale capaciteiten aan te spreken, lichamelijk te trainen en psychisch meer weerbaar te worden. Dus wij hoeven niet zo ver door te gaan. En dat is ook wat wij in SEC hebben gevonden om te kijken hoe zo'n programma eruit ziet. Nou, de meeste van jullie kijkers zal waarschijnlijk de participatenladder wel iets rechts in beeld zeggen. Dus je vergroot met sportmaat mentale en fysieke belastbaarheid. Vooral het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, je eigen waarde. Hè? Op het moment dat je jezelf ook herkent van wie je bent, dan kun je ook veel makkelijker sociale contacten aangaan. Het verhogen van ook wel arbeidsrelevante competenties als samenwerken en doelen stellen. En ook haalbare doelen stellen en stimuli hebben dat je doel bereikt hebt. Het verbeteren van de dagelijkse structuur. Merk ook wel bij cliënten dat ze juist daar een ondersteuning bij nodig hebben. Nou, je sportmoment, het contact wat je hebt in een sportclub, geeft natuurlijk een doel op zo'n dag om invulling aan te geven. En dat zegt wel iets ook dat je in die groep met wie je aan het sporten bent, die ook weer een eigen netwerk en vriendenkring hebben. Nou, we merken bij cliënten die we hebben, dat moet vooral stap voor stap gebeuren. Maar het doel stap voor stap willen bereiken en daar gestimuleerd en vooral ook waardering van die anderen krijgen. Nou, dat biedt onze cliënten zoveel. Ik ken daar gewoon ervaringsverhalen van, dat mensen daar gewoon dolgelukkig van worden. Dus daarmee geven we weer regie in de handen van cliënten. En op die manier juist ook de verbinding met datgene wat eigenlijk normaal zou moeten zijn in de maatschappij. Nou,
Zoals ik zelf ook mijn sportcarrière met enige resultaten heb geboekt. Als je als 4 jaar op de mat stapt, dan stel je doel dat je, nou, kom uit Limburg, gooi je wel een beetje mijn stem, Limburgs kampioen, nationaal kampioen wordt. Ooit de militaire academie gedaan en de nationaal militair team. 5e plek op de wereldkampioenschappen Rio de Janeiro. Ja, weet je, dat doe je niet van vandaag op morgen, doe je stap voor stap. Dus ook wel resultaten willen boeken. Hebben we dan gekeken naar Sportmarathon 2019. In ieder geval specifiek voor cliënten van GGZ Oost-Brabant. Ja, dat zijn natuurlijk prachtige cijfers. Volgens mij die 144% of wat het dan ook is, dat is voor een cliënt van ons, ik laat maar zeggen, een wereldkampioenschap halen. He, dus de beleving van cliënten om dit te bereiken, dat is fantastisch om te zien. En dat smaakt naar meer. Dus we hebben ook gekeken, hoe kunnen we nou het programma zo opzetten dat het iets leidt tot een sportieve daginvulling. Nou, dit is een voorbeeld waarin we kijken hoe het passend gemaakt wordt in het tempo wat we doorlopen, de wijze waarop we dat doen. En wat ik nog vooral van belang vind, is dat we dit niet alleen kunnen. Dit kunnen we ook alleen maar als we dat doen met die verenigingen en die sportclubs die zich daarvoor openstellen. En natuurlijk, die ervaringen ken ik ook wel. Al kijk ik maar nou, vanuit GGZ Oost-Brabant, maar privé vanuit mijn judoleraarschap. Mensen met psychische kwetsbaarheid en hun gedrag, daar kunnen wij ook iets meegeven hoe daarmee om te gaan. Wat wel en wat niet past. Dus daar hebben wij ook een rol in. Dus wij doen dat graag om jullie te helpen, om je nog meer open te stellen voor de sportclubs, de sportverenigingen, om voor alle burgers in Os een zinvolle daginvulling, fysiek weerbaar te worden, mentaal weerbaar te worden. Nou, het is een prachtige doelstelling. En daarin hoop ik zometeen ook in een panel nog meer vragen te kunnen beantwoorden. En op die manier vooral iedereen uit te nodigen om de deur maximaal open te zetten. Dan is het nu tijd voor een column. Over verwachtingen en veerkracht in de sport. Terwijl we ons de afgelopen weken, vanuit onze luie stoel, te goed deden aan het kortste, maar misschien ook wel boeiendste wielerseizoen ooit, moest ik terugdenken aan precies een jaar geleden. In het wielercafé was Gert-Jan Teunissen te gast. Een van de grootste sporters uit onze gemeente. Naast zijn successen, denk aan Alpe d'Huez en de bollentrui in de Tour van 89, kwamen er vele tegenslagen ter sprake. Waaronder een lijst met breuken en blessures waarmee Medisch Centrum West in die tijd een oneindige vervolgserie had kunnen maken. Ook vertelde hij over een zware en heel spannende operatie die een week later zou plaatsvinden. De 400 man in de Groene Engel greep het bij de keel. Ze hielden hun adem in en voelden de onzekerheid van, als dit maar goed komt. En het kwam goed. Gelukkig. Zoals de bergkoning uit Berchem zich zo vaak wist te herpakken. Een paar weken later hadden we contact. De operatie was heftig, maar geslaagd. En een tennis was blij en opgelucht. We gaan een mooi begin van 2020 vieren, appte hij. Wat een bikkel. Wat een wilskracht. Aan veerkracht moest ik de afgelopen maanden denken bij de sport die we alsnog te zien kregen. Want corona gooide veel in de war. Een rare Champions League, geen EK voetbal of Olympische Spelen, geen Vuelta start in Nederland, geen Giro of Tour, geen Tour. Ga er maar aan staan als topwielrenner. Je voorbereiden op, tja, waarop eigenlijk? Heeft het wel zin, dat solo fietsen op je balkon of in de schuur? En toen brak eind augustus de zomer door. De Tour ging toch van start. En alsof we geen maanden van corona-ellende en stilstand achter de rug hadden, plaatsten wij vanuit die luie stoel direct onze favorieten weer terug op het schavot. Deze Tour, die moet nou toch echt op de erelijst van Tom Dumoulin komen. Of anders wel op die van Steven Kruiswijk. Met een ploeg als Jumbo-Visma, toch het Real Madrid van de wielersport, levert dat zeker een Nederlandse toerzegen op. Het loopt anders. Kruiswijk valt letterlijk vooraf al weg. En Dumoulin moet zijn meerdere erkennen in een Sloveense ploeggenoot en die weer in een landgenoot. Wij van de luie stoel zien het hoofdschuddend aan en twijfelen of het nog wel ooit wat wordt met de oud-Giro-winnaar. We vergeten dat je na 420 dagen zonder koers wel eens niet goed genoeg kunt zijn. Hoeveel zelfkennis heb je of hoe groot sportman ben je als je je als favoriet wegcijfert voor een ploeggenoot? Hulde voor Tom, die uiteindelijk 7e wordt in het eindklassement. 7e, hè? Daarvoor zou je vroeger naar de Tour in een open koets door de stad zijn getrokken.
Nu hebben we wel vaker de neiging bij teleurstellingen de sporter af te serveren. Dumoulin die vermoeid en leeg afstapt in de Vuelta. Kruiswijk, vorig jaar nog op het tourpodium, hè? Die positief wordt getest op corona en nu hersteld in Monaco. Steven wordt 34. Komen beide nog wel terug aan de top? Wilco Kelderman, die na jaren pech en tegenslag derde wordt in de Giro. Zijn beste prestatie ooit. Toch heeft de man in de luie stoel kritiek. Ook ik. Nu op de ploegtactiek. Maar soms is een ander gewoon beter, vindt Wilco. Die trots is op zijn podiumplaats in een grote ronde. Dan nog even dicht bij huis. Anne Kneijnenburg. Geen coureur, hoewel ze wel heel hard rent. Na een jaar vol blessureleed wordt het Osse atletiektalent in september Nederlands kampioen op de 800 meter. Wat een beloning voor haar wilskracht. Afgelopen week meldt Anne op Instagram dat ze bij een training een enkelband scheurt. Opnieuw die enkel. Hoe triest. Maar geen zielig verhaal. Ik ga herstellen. I'll be back, schrijft ze. Ik kan nog wel even doorgaan. Wout Poels die de Tour uitrijdt met een gebroken rib en in de Vuelta alweer mee kan met de beste. Voetballers Memphis en Virgil die zich na zware knieblessures terugvechten en vooruitkijken. En allemaal roepen ze, we komen terug. Ze tonen meer veerkracht en vertrouwen in de toekomst dan menig kenner thuis. We zouden er een voorbeeld aan kunnen nemen. Dus, hup Tom, Steven, Wilco, Virgil, hup Anne en al die anderen. Jullie geloven in julliezelf. En volgend jaar staan jullie er weer en misschien nog wel beter. Zitten alle kenners op het puntje van een stoel en snoeren jullie ze allemaal de mond. Goedenavond, daar zijn we weer. Het wordt nu tijd dat we met elkaar in ieder geval wat enquêtevragen en stellingen met elkaar gaan beantwoorden. Dat gaan we doen via de smartphone. Dat hebt u in het begeleidende schrijven van ons ook al teruggehad. Dus zorg in ieder geval dat die bij de hand is. Even terug, de Osse sportenquête. Waarom zijn we daarmee begonnen? Vorig jaar wilden wij graag eens ophalen wat er nu leeft in Os en waar we met elkaar een stip op de horizon kunnen schetsen. Dat hebben we vorig jaar uiteindelijk geformaliseerd met het ondertekenen van het Osse sportakkoord met 50 partijen. Ondertussen is die groei van partijen die deel willen nemen aan het Osse sportakkoord gestaag doorgegaan en zitten we op dit moment op een 80-tal ondertekenaars. Maar toch willen wij graag ook heel kwetsbaar zijn en vragen van God, waar staan we nu? Wat is er nu in een jaar gebeurd? En u kunt daar ons bij helpen en wij gaan ook daadwerkelijk een beroep op u doen. In de enquête die direct gaat verschijnen, komt u regelmatig het begrip sportclub tegen. Neem hierbij uw eigen sportvereniging, fitnessaanbieder, sportgroep als referentie. Als u geen lid bent van een sportclub in Os, dan vragen wij u toch de enquête in te vullen, meer vanuit uw eigen beleving en emotie wat u heeft bij sport. Ten slotte heeft u altijd de mogelijkheid om vragen te skippen. Doe dat dan ook. Maar probeer zoveel mogelijk alle stellingen in te vullen. Nu, thuis pakt u uw smartphone. U gaat hiervoor naar menti.com. Ik zie dat ook in het beeld. Vervolgens voert u de unieke code in. 362785. En daarna klikt u op het duimpje. Dan starten we zo dadelijk met de eerste 7 van in totaal 34 stellingen. Alle stellingen, nogmaals herhaal ik het, invullen. Mocht u nou problemen hebben, dan hebben we ook uiteindelijk nog een back office. Dan kunt u gewoon bellen met kantoor. Langzaam maar zeker gaan we de resultaten ook bespreken met de panelleden. En ik ga dat hier doen in de studio. En elke keer zullen er 2 andere panelleden met mij de stellingen doornemen. En zullen uiteindelijk ook hun meningen daarop geven. In deze eerste ronde hebben we aan tafel Koert van Roesel, eigenaar van Truipot, personal trainingen en small group trainingen. Koert hebben wij het afgelopen jaar mogen ervaren als een van de karttrekkers bij de fitnessbedrijven in Os. En heeft uiteindelijk natuurlijk ook een heel verleden in het onderwijs en uiteindelijk ook in het gevangeniswezen. Waarbij ook sport als middel steeds een belangrijk geheel was.
Koert, de eerste vraag aan jou. Wat heeft het sportakkoord jou dit jaar al gebracht? Nou, in eerste instantie wil ik benadrukken dat we met de FBO, met het FBO, de fitnessbedrijf OS, dat we daar een wat hechtere groep van gaan maken. We zijn aan het kijken of we onze samenwerking kunnen intensiveren. 12 commerciële sportaanbieders zijn daar inmiddels bij betrokken. En op die manier willen we toch kijken of we maatschappelijk ook meer een vuist kunnen maken binnen het OS. Als het gaat over sport en bewegen en alles wat daarbij komt kijken. Dankjewel Koert. Fred hoef ik eigenlijk wat minder te introduceren, want hij had net een boeiend en sportief verhaal, om het zo maar te schetsen. Fred, op 4 jaar begonnen met sporten. Wat betekent sport en bewegen nu nog voor jou persoonlijk? Het is een levensvisie. Als je een drukke baan hebt, dan is het juist ook het sporten. Het maakt niet zozeer uit wat je doet. In mijn geval is dat judo. Maar dat betekent dat je inderdaad in het judo-spel je gedachten helemaal kunt verzetten, even los kunt komen. Je bent fysiek bezig, maar vervolgens ben je ook met je trainingspartner bezig om de techniek zo uit te voeren dat die optimaal lukt. En dat vooral een combinatie van uithoudingsvermogen, kracht, techniek. En ook als je dan zeg maar onderdelen beoefent die echt voorgeschreven zijn, ja, dan ga je echt helemaal in die sport op. En daarmee krijg je weer ruimte in je hoofd om de volgende dag de uitdagingen van de GGZ aan te pakken. Uitstekend. Fred, als je nou volgend jaar sta je hier weer. Wat heeft dan het OSSE Sportakkoord bijgedragen? Ja, het zou zo mooi zijn, de oproep die ik zojuist deed in mijn lezing, dat juist het openstellen van sportclubs en sportverenigingen voor burgers met een psychische kwetsbaarheid, dat we daar met dat sportmaat wat we nu hebben, dat we dat bereik veel groter hebben gemaakt. Dat het eigenlijk de deur open staat. En daar kunnen wij ook in helpen. Hè? Als sportclubs en verenigingen zeggen, joh, wij willen dat graag doen, maar hoe moeten we dat nou aanpakken? Ja, daar werken wij al samen in met het SEC. En daar kunnen we ook een helpende hand in bieden. Dus het zou mooi zijn als we dan hier een lezing hebben van een van die sportclubs rondom het verhaal wat ik net heb gehouden. Nou, die uitdaging die nemen wij in ieder geval graag aan. Uiteindelijk zie ik nu ook de stellingen binnenkomen en de resultaten. Maar eens even een vraag aan Koert. We zien vaak dat sportclubs wel een aanbod hebben in dat hele traject. Jij bent natuurlijk ook aanbieder. Welke drempels ervaren mensen nu in dat hele proces om toch te gaan bewegen? Ik denk dat het hem voornamelijk zit dat mensen in eerste instantie op zoek zijn naar een plek waar ze zich goed voelen, maar vooral ook veilig voelen. Als we het dan hebben over deze eerste club mensen, zeg maar, om het zo maar even te zeggen, mensen met een beperking of mensen die al wat ouder zijn of mensen met wat overgewicht, dat deze mensen vooral op zoek zijn naar een veilige plek waar ze een goed gevoel bij moeten hebben. En ik denk daarom ook dat het bijvoorbeeld belangrijker zou zijn dat er een samenwerkingsverband gaat komen, wat in ieder geval geïntensiveerd wordt als het gaat over een samenwerking tussen huisartsen en GGZ, scholen. Dat die weten wat er voor aanbod is bij sportclubs en bij commerciële sportaanbieders, zodat zij mensen ook gericht kunnen doorsturen waar zij op hun plek zullen zitten. Nou, ik denk dat dat voor natuurlijk de sportaanbieder in jouw branche best helder is. Fred, jij doet net een oproep aan verenigingen om samen te gaan werken. Waar kunnen we ze bij helpen, die verenigingen? Nou, vooral als, weet je, in die zin, ik heb wel het motto van beperkingen bestaan niet, hè? Want die zijn juist om op te lossen. Dus als een vereniging een bepaalde beperking ervaart of een sportclub om te zeggen, ja, we willen het er best openstellen, maar hoe kunnen we mensen benaderen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat wat fasegewijs en stap voor stap gebeurt? Hè? Want vaak wordt wel die stap gemaakt, maar is inderdaad in welke groep kom je terecht? Hoe wordt er mee omgegaan? Maar ook degene die leiding geeft in zo'n sportclub, aan welke vorm dan ook, van hoe ga ik daarmee om? Want het kan natuurlijk wel een keer gebeuren dat iemand net even een ander gedrag laat zien dan de andere. Nou, dan kun je enerzijds kun je wat achtergrondinformatie krijgen, maar anderzijds, hoe ga je er dan mee om? En dat mogelijk ook iets te laten zijn van de groep om dat bespreekbaar met elkaar te maken. Dus in die zin helpt het ook bij aan de vermaatschappelijking van geestelijke gezondheidszorg. Even aan jullie gewoon in algemene vraag. Wat is dan de grootste drempel voor sportaanbieders om deze doelgroep op te nemen? Koert? Voor mij is het geen enkele drempel, want ik sluit me helemaal aan. Op het moment zeg maar, dat mensen zich
als ik even praat over mijn eigen studio, daar hebben we een informatief gesprek voor in het begin, zodat mensen zich al kunnen voorstellen en mensen al kunnen vertellen wat er aan de hand is, zodat we eigenlijk ook meteen weten, zeg maar, waar die persoon het best bij op zijn plek is en dat we hem op de meest juiste manier kunnen helpen en bij de juiste persoon kunnen neerzetten waarvan wij denken dat hij daar het best bij geschikt is. Ja, volgens mij, Mark, is het ook zo, ja, een beetje onbekend, maar onbemind. Hè? Dus als je iets niet kent, hoe dat dan werkt. En daarin niet alleen wij, maar ook met het SEC, maar ook met Centiv en Indigo, hè, de basis GGZ, maar ook de huisarts. Wat kan drempelverlagend zijn? En volgens mij, wat ik ook aan mijn verhaal zei, door die krachten te bundelen, te kijken wat nodig is en op die manier de drempel te verlagen. En ook, en dat vond ik wel mooi naar het sportmaat, successen te vieren. Want in sport werkt dat. He, successen vieren, hoe klein dat doel ook is. En dat kenbaar te maken. Dus ik hoop dat deze vanavond ook weer een bijdrage aan levert. Heren, in ieder geval alvast dank voor deze eerste reactieronde. Wij gaan weer verder met de volgende stellingen. En dan gaat het eigenlijk over sporten en de veilige omgeving in dat hele traject. Even voor de informatie in de algemeenheid natuurlijk nog. U krijgt al de resultaten van de enquête en de presentaties toegestuurd. Dus wat dat betreft kunnen we daar best de komende tijd met elkaar over doorpraten. Nu zijn aangeschoven links van mij Margot Elemans, voorzitter van MSC Os. De grootste vereniging in Os, in dat hele traject. Verder vanuit haar werkzaamheden druk betrokken bij verandermanagement en het coachen van mensen. Het Os Sportakkoord, Margot. Eerste reactie, wat denk je dan aan? En clubs verenigen, iedereen verenigen om de Ossenaren in beweging te krijgen en vitaal en gezond te houden. En ik vind dat wij daar als sportclub gewoon ook een maatschappelijke rol in hebben. Dus dat is mijn eerste reactie. Een heel goed initiatief en ik ben blij dat we daar onderdeel van uit mogen maken. Kees, jij bent natuurlijk samen met de andere mensen van de gemeente Os geestelijk vader van het Ossensportakkoord. We hebben in 2025 een optimistisch doel gesteld dat we die laatste 10% van die Ossenaren willen laten bewegen. Zie jij al een beweging ontstaan? Ja, ik zie een beweging ontstaan. Ik zie vooral ook een beweging ontstaan tussen de ondertekenaars van het sportakkoord. We hebben aan het begin, toen we met het initiatief begonnen, gezegd niets voor niets. Hè. Je doet mee, je zet niet alleen een handtekening, maar we verwachten ook wat terug. En je merkt in het verenigingsleven ook, maar ook bij andere aanbieders, dat we daar veel meer met elkaar mee bezig zijn om te kijken met elkaar om die toegevoegde waarde te realiseren. En ik merk ook dat ondertekenaars bewust en onbewust bezig zijn met de doelen die we met elkaar gesteld hebben. Die hoeven we niet elke keer opnieuw uit te laten halen, dat weten we. Daar zijn we met elkaar mee bezig en dat spreekt me ontzettend aan. Oké, de eerste reacties zijn weer binnen in de Mentimeter, dus we kunnen wat dat betreft ook naar het scherm kijken waarin wat dingen langs zien springen. Het is nog geen Amerikaanse verkiezingen, dus het is wel helder. Margot, deze items die hier staan, grensoverschrijdend gedrag, heb je daar als hockeyclub mee te maken? En als je daar mee te maken hebt, wat doe je daaraan? Ja, helaas hebben we daar wel mee te maken. Het komt niet dagelijks voor, dat moet ik ook daarbij zeggen. Maar wat wij als club daarin doen is, we hebben onze normen en waarden binnen de club. Sportiviteit en respect staan hoog in het vaandel. Dat betekent dat wij kijken als club van hoe kunnen we daar onze trainers en coaches ook in begeleiden om ook met die normen en waarden om te gaan. Hoe kun je mensen daar ook op aanspreken. Maar ik denk belangrijk als het voorkomt, het grensoverschrijdend gedrag bij leden of bij ouders, dat we het bespreekbaar maken en dat we in dialoog gaan. En ik vind het belangrijk om in gesprek te komen en elkaar te kunnen aanspreken, maar ook wel vanuit respect weer daarmee omgaan. Dus het is een belangrijk thema. We gaan het dit jaar ook weer binnen de club hoog op ons lijstje zetten om er actief aandacht aan te blijven besteden en te zorgen dat we dat zoveel mogelijk zien te voorkomen. Nou goed, ik denk een heel helder voorbeeld. Kees, vanuit het gemeentelijke beleid, er is aandacht voor. Wat kunnen verenigingen bij jullie daar aan informatie over inwinnen of... Nou, het begint ermee dat toen we voor het eerst over dit onderwerp spraken met elkaar, iedereen zoiets had van,
Dat valt wel mee. Bij ons speelt dat niet. Hè. Ik weet nog, we hebben een eerste bijeenkomst georganiseerd op de Rusheuvel. Waar iedereen toch wel zoiets had van... toen verhalen uit de praktijk verteld werden. Dat mensen deelden wat hun ervaringen waren. Dat bij sommigen toch ook wel de ogen open gingen. En dachten van, verhip, ja, dat speelt eigenlijk ook wel bij ons. Wat we als gemeente daarin in doen, is dat proberen te monitoren. Proberen te stimuleren. We hebben als gemeente ook... sportverenigingen aangeschreven en geadviseerd om bijvoorbeeld een verklaring omtrent gedrag aan te laten vragen door een vrijwilligers. Wij geloven niet in zaken verplicht stellen. Wij denken niet dat het werkt. Het gaat om die intrinsieke motivatie. Het gesprek erover gaan voeren met elkaar. Het gesprek ook daarbij jezelf proberen te verplaatsen in de ander. Dat stimuleren denk ik dat we als gemeente moeten doen. En dat proberen we ook uit te dragen. Margot, het stigma om het te melden, is dat verdwenen binnen jullie hockeyvereniging? Om mensen aan te laten geven, ja, bedoel je dat? Ja, aan te laten geven. Het bespreekbaar te maken. Ik denk dat het steeds vaker onder de aandacht gebracht wordt. Dus, want het wordt steeds meer besproken natuurlijk ook. En als je het meer bespreekt, wordt het ook toegankelijker om er wat van te vinden of om het te melden. Maar ik merk nog wel steeds dat het aanspreekgedrag van alle leden dat vaak nog lastig is. Dat het moeilijk is om elkaar soms op dat gedrag ook aan te spreken. En dat het dan daardoor wat hoger oploopt dan het misschien nodig is. Dus ik denk als wij wat meer aandacht zouden besteden aan iedereen om te zorgen dat het gewoon wordt. Om eigenlijk elkaar daar ook op aan te spreken, zowel als het goed gaat als dat je een keer corrigeert. Dat zou enorm helpen, denk ik, om het veel rustiger te krijgen op dat vlak. Dan hebben we denk ik natuurlijk de stellingen. Zijn daar van jouw kant uit, Kees, nog dat je denkt van God, dat vind ik bijzonder? Binnen mijn sportclub komt, voor zover bekend, seksuele intimidatie niet voor. Daar scoort heel hoog bij eens. Ik denk dan bij mezelf, ik geloof dat niet. Denk eens goed na. Nog een klein beetje ook vanuit de gedachte van... Bij ons gebeurt dat niet. Hè. In ons zeggen we dan, ja, onze jongen doet dat niet. Het komt volgens mij overal voor. En ik denk dat het heel goed is en belangrijk is om jezelf te verplaatsen in de ander. En het verhaal is ook aan te horen van iemand die dat wel meegemaakt heeft. En dan besef je dat het veel vilijner is. Dat het veel dichter onder de oppervlakte ligt dan dat je zelf denkt. En ik denk dat het gewoon overal voorkomt. En niet om de bestraffende vinger op te steken. En niet om te zeggen dat het fout is. Maar het begint ermee dat je bewust bent van het feit dat mensen daar last van kunnen hebben. Nou goed, ik denk in ieder geval de winst al van vanavond is dat we het in ieder geval bespreekbaar maken. Nadrukkelijk ook nog een keer de tegenstelling natuurlijk dat het er is. En dat de mensen thuis uiteindelijk zeggen van God, het is toch redelijk beperkt. Dus er is nog wel wat werk aan de winkel. Wij gaan in ieder geval weer door naar de volgende stellingen. En dan gaat het over de vitaliteit van de sportclubs. Die vitaliteit die is natuurlijk heel bepalend. En vitaliteit dat heeft niet te maken met gezondheid. Maar dat heeft te maken met allerlei ingrediënten die uiteindelijk belangrijk zijn voor een vereniging. Dat is voldoende leden, voldoende financiële middelen, voldoende ruimte op je accommodatie. Maar ook uiteindelijk voldoende kader om te zorgen dat de komende jaren doorgaat. Margot, je bent een vitale vereniging. We ontkomen er niet aan. Heeft corona jullie geholpen of heeft het jullie doen stilstaan of heeft het jullie nieuwe inzichten gegeven? Nou, ik denk dat zo'n periode altijd weer nieuwe inzichten geeft. Als je kijkt, zeg maar, je vitaliteit betekent ook voldoende leden. Corona heeft echt wel een impact gehad op het feit dat mensen natuurlijk minder konden sporten. En ook dat ze zijn gaan nadenken van hoe belangrijk vind ik dat bewegen. Ook het lid zijn van een club. Maar aan de andere kant denk ik dat we ons ook heel erg bewust zijn dat we naar de toekomst ons moeten richten op de toekomst. En dat we de tijd ook kunnen benutten om te kijken van wie zijn wij als club? Hoe kunnen wij ons bewegen in Os? Wat voor sportvormen gaan wij aanbieden? En hoe kunnen wij ons veel meer verbinden met andere clubs om samen veel krachtiger te staan? Dus het heeft aan de ene kant natuurlijk een negatief effect omdat je niet kunt sporten, beperkt kunt sporten. En aan de andere kant is het positief omdat je met elkaar ook kan kijken van hoe gaan we die toekomst in? En hoe kunnen we zorgen dat we dit soort moment dat voorkomt, hoe kunnen we dat met elkaar ook zorgen dat we daar vitaler en gezonder van worden?
Dus het heeft ook echt wel iets gebracht. En wat was uiteindelijk dan de grootste teleurstelling tijdens deze periode? Ja, gewoon als je dan op een gegeven moment niet kan sporten en je ziet een sportclub, zeg maar, gewoon helemaal met lege velden. Ja, dat doet al echt pijn in je sporthart, om maar zo te zeggen. Ja. Nou goed, ik denk dat Koert, als dan in dit geval commerciële sportaanbieder, ja. Hoe heeft jouw winkel vanaf maart eruit gezien? Nou, vanaf maart waren we inderdaad 2 weken dicht. En als ik over we praat, dan praat ik over mijn collega's binnen het Ossen. Maar wat daarin ook wel weer heel mooi was, is dat we verbinding met elkaar gezocht hebben. Het leed met elkaar gedeeld hebben. Ook de verbinding hebben gezocht met wethouder Kees Vergeffen. Dat we de zaken die er echt speelden rondom onze sportclubs, van wat mogen we nou wel en wat mogen we nou niet, dat we die besproken hebben met Kees. En dat we onderling de problematieken die we tegenkwamen, omdat we dicht moesten, besproken hebben. En ook enorm veel steun aan elkaar gehad hebben. En dat heeft ons ook wel weer dichter bij elkaar gebracht. En ik wil ook nog wel even benadrukken, en dat deed jij net ook al van, het wordt natuurlijk nu eens te meer een punt, zeg maar, wat ingezien wordt, dat het wederom sluiten bij een tweede lockdown, dat gelukkig niet gebeurd is. En het bevreemdt mij daarin wel dat alle andere sporten wel gesloten zijn en dat sportscholen open mogen blijven. Terwijl juist bijvoorbeeld de buitensporten zoals het voetbal en hockey, dat op het ogenblik niet mag bij volwassenen. En dat doet me ook wel zeer. Ook zeg maar de bootcamp activiteiten die sportclubs hebben, dat we die gewoon op het ogenblik niet mogen doen. Terwijl het in eerste instantie er eigenlijk gezegd werd van buiten is niet zo heel veel aan de hand. Het gaat met name om de binnendingen die te dicht op elkaar en met grote groepen en afgesloten ruimtes die slecht geventileerd zijn. Maar met name het hele buitengedeelte is momenteel ook verboden. En ja, dat bevreemdt mij toch wel enigszins. Ja. Toch nog even kijken naar de stellingen. Wat mij wel frappeert is de 18e eigenlijk. Van God, wij werken uiteindelijk samen met scholen, zorg en andere instellingen. Oneens. Doen we dat dan helemaal niet? Koert? Ja, wij wel. Wij proberen dat toch wel te doen. En met name met scholen. Ik heb natuurlijk een affiniteit met scholen. Ik denk ook dat we daar het nodige te vertellen hebben vanuit onze branche. En dan is het niet alleen maar het sportgedeelte, maar ook hoe gaan mensen met voeding om, met stress om, met social media. Hoe houdt dat ons enorm bezig en vooral ook de jeugd. En dat wij daar echt wel punten in kunnen scoren en de jeugd het een en ander te vertellen hebben. Dus wij zoeken wel regelmatig het contact met scholen op om ze bij ons uit te nodigen om eens, ja, te komen bekijken, zeg maar, wat we doen en wat we kunnen. En ik ben daar een groot voorstander van. Maar goh, hoe heeft dat voor de MSC Os gedurende de afgelopen maanden gewerkt in de verbinding met? Nou ja, kijk, ik denk dat als wij kijken naar de verbinding met scholen, waar Koert ook op doelde net, dat kunnen wij veel intensiever oppakken. We doen het echt wel. We hebben de try-out sports, we doen het ook samen met het SEC. Maar ik denk wel dat het iets is wat we veel actiever zouden kunnen doen. Om ook sport te promoten en om te zorgen dat de kinderen op de scholen met zo breed mogelijk aanbod ook in aanraking komen. En van daaruit hun keuze ook kunnen maken wat bij hun past. Dus ik geloof zeker dat we dat veel intensiever kunnen doen. Dus als ik dan kijk naar de score die ik net terugzag, dan werd daar wat minder op gescoord. En ik denk ook dat daar echt wel een terrein voor ons ligt om dat breder op te pakken. En misschien ook wel de ervaring die Koert heeft dan weer te bundelen met ons om te kijken van hoe kunnen we dat dan doen. En samen met het SEC dit hier de schouders onder te zetten. Dus daar ligt volgens mij wel echt een missie. En als het gaat om wijkraden, ik denk dat de sportclub echt een rol heeft ook in de wijk en in de omgeving. En dat is ook een van de punten die wij komend jaar weer op gaan pakken om veel meer onze positie op het sportpark, maar ook in de wijk, om daar ook echt een maatschappelijke rol in te kunnen vervullen. Nou, uitstekend. We moeten toch een beetje de vaart erin houden. Ik bedoel, volgens mij kunnen wij hier met elkaar best nog uren over doorpraten, maar we gaan toch weer door naar de volgende stellingen. En dan gaat het uiteindelijk, en dat wordt natuurlijk al een aantal malen genoemd, het samenwerken met. Nou goed, dat is in ieder geval de stelling waar het nu over gaat. We hebben natuurlijk Fred en Kees al wel aan het woord gehad. Fred, met wie zou je nou heel graag willen samenwerken, wat momenteel nog een vergezicht is in relatie tot sport, bewegen, gezondheid? Nou, als ik dat doe,
We zijn in de Ruwaard, noem ik al even, met hele mooie projecten bezig. En als we kijken, ik hoorde dat net ook al, vanuit de wijkraad, met de clubs die actief daar zijn, of in ieder geval een mooi maatwerktraject kunnen aanbieden. Sportmat is een mooi traject erin, waarin jullie een belangrijke rol. Maar dat kan natuurlijk juist op maat zijn, wat cliënten van ons, burgers uit die wijk, leuk vinden om te doen. Daar begint het mee. He, sport moet ook vooral leuk zijn. En of dat nou voetbal is, volleybal is, of dat het inderdaad een fitnessclub is. Nou, en bij voorkeur natuurlijk judo. Ja, dan doen we natuurlijk graag zaken met de judovereniging die actief is in Os. Nou, helder. Ik denk dat we allemaal binnenkort gaan judo. En tijdens het passeren en het wisselen hebben we natuurlijk al best wat ervaringen met elkaar uitgewisseld. En Fred is een voorstander van judo en we zouden het eigenlijk allemaal moeten doen tot en met nu. Kees, samenwerken. Corona heeft het een en ander gebracht. Welke voorbeelden hebben wij de afgelopen maanden gezien die jou hebben aangesproken? Ja, want dat is ook wel... Kijk, een crisis is naast een hele bak ellende, brengt ook goede dingen in mensen boven. Mensen, wat je ziet is mensen elkaar wat sneller en wat makkelijker weten te vinden dan voorheen. Als ik het initiatief kijk waar jullie zelf ook bij betrokken zijn geweest als sportexpertisecentrum in de herfstvakantie in Geffen. Waar eigenlijk drie verenigingen aan elkaar, fysiek aan elkaar zitten, maar eigenlijk helemaal niets met elkaar hadden. Hè. De voorzitter van de voetbalvereniging wist niet dat de voorzitter van de tennisvereniging voetbalde bij de voetbalvereniging. En die nu gezamenlijk activiteiten opgepakt hebben. Hartstikke mooi. Dat is wat we graag, wat we graag willen zien. Uitwisseling tussen verenigingen. We zien in andere dorpen initiatieven waarbij commerciële aanbieders contact leggen met sportverenigingen om te kijken of dat ze gebruik mogen maken van die accommodatie. We zien een aantal processen in een stroomversnelling komen als het gaat om samenwerking tussen verenigingen waar al een klein beetje iets aan het ontluiken was, maar waar je nu, wat nu door corona en door deze crisis een ontzettende boost heeft gekregen. Al die dingen die dragen wel allemaal bij ook en al die activiteiten dragen bij aan ons sportakkoord. Dus ik denk onbewust dat corona ook een stukje positieve invloed heeft op de realisatie van de doelen die wij met elkaar gesteld hebben in het sportakkoord. Ja, als ik dan nog naar de stellingen kijk, dan valt me nog wel ergens op dat men eigenlijk allemaal, mijn club heeft de ambitie om samen te werken met andere sportclubs. Is iedereen het over eens? Ja, wat me opvalt, Mark, is dat juist bij de eerste vraag van wat je eraan doet, dat veel lager was, de ambitie. Ja. Dus als vanavond al helpt dat die ambitie omhoog gaat, dan is het nog een kwestie van doen, volgens mij. Ja. Nou goed, en dat sluit dan aan bij ons DNA, maar in ieder geval dat is wel hetgeen waar we denk met elkaar in verder kunnen. Uiteindelijk die verschillende sportactiviteiten, Kees. We hebben nu eigenlijk de mengvormen gezien. Wat hoop jij voor 2021 in dat hele proces? Nou, een volgende stap zou wat mij betreft zijn, hè, je ziet dat verenigingen elkaar opzoeken. Een volgende stap zou zijn dat ze ook gebruik maken van elkaars expertise, wat mij betreft. Hè. Als je bijvoorbeeld Sportpark de Rusheuvel kijkt, daar zitten 9 verenigingen. Maak van de nood een deugd, heb ik een aantal jaren geleden tegen de voorzitter van de atletiekvereniging gezegd, toen zij wat problemen hadden met hun accommodatie. En bied bij de voetbalvereniging aan dat je daar sprinttrainingen geeft. Maak van de nood een deugd. Nou, volgens mij kun je nog meer van dat soort initiatieven kunnen we gebruiken voor 2021. Dus men zoekt elkaar al op en men zoekt de voordelen van de samenwerking, maar ook nog inhoudelijk gaan samenwerken. Dat kan denk ik de individuele sporter, de individuele vereniging nog meer brengen. En niet bang zijn voor het verlies van leden, maar juist meer mensen op meer plekken en op meer momenten aan de sport te krijgen. Dat is denk ik ons gezamenlijk doel. Nou, hebben we het natuurlijk over de bewustwording van sportverenigingen. Fred, jij hebt een hele grote organisatie, 2000 mensen. Hoe zit het daar met de bewustwording van sport en de verbindingen? Nou ja, eerlijk gezegd, dat straal je er natuurlijk wel uit, maar dat kan altijd beter en dat kan altijd meer. Kijk, we hebben natuurlijk wel in, laat ik zo zeggen, voor onze medewerkers een aantal sportarrangementen zitten die men ook met een soort werkkostenregel kan doen. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als we daar wat meer thematisch nog mee omgaan. Hè? Dus wat ik net het verhaal hield van met Sportmaat, kunnen we niet dit soort trajecten ook verder intensiveren binnen GGZ Oost-Brabant. Het zijn 2000 medewerkers, er zijn vast ook allemaal lossenaren bij, hè? Van wat is hun rol daarin. Ik zou nog één aanvulling willen doen, Mark. Ik zag net ook dat vanuit de reacties dat er tekort is aan vrijwilligers en personeel. Daar staan weer een aantal stellingen. Uiteindelijk gaat het erom dat we daar natuurlijk ook met elkaar wat van vinden.
Er is natuurlijk een grote verscheidenheid in de sportaccommodaties. Mijn eerste vraag is eigenlijk altijd als het gaat over sportaccommodatie, dan wordt er al direct met de vinger gewezen naar de gemeente. Kees, hoe kijk je op dit moment naar de status van de sportaccommodaties en wat gaat dat voor de toekomst betekenen? Als ik kijk naar de status van de sportaccommodaties, dan is die denk ik goed op peil. Je moet bedenken dat we in Os de afgelopen 20 jaar een aantal herindelingen gehad hebben. Met een veelvoud aan verenigingen en een veelvoud van onderhoudsniveaus. Een veelvoud van wijze waarop dat gefinancierd is. Dat is allemaal bij elkaar gebracht. We hebben de afgelopen jaren denk ik best gestimuleerd en geïnvesteerd als gemeentelijke organisatie en als gemeente in het up-to-date krijgen van accommodaties. Dat kan natuurlijk altijd beter. Maar ik ben er wel van overtuigd dat op het moment dat er energie zit en verenigingen en gemeenschappen willen investeren, dat zij de gemeente dan altijd aan hun zijde vinden en proberen mee te denken. Dat wil niet zeggen dat het altijd lukt en dat je altijd dat ultieme doel bereikt. Maar je vindt ons altijd aan je zijde op het moment dat je met een initiatief komt. Om als het gaat om mee te denken en te kijken hoe we met elkaar die accommodatie nog beter kunnen maken. Goh, dan denk ik dat jij een hele trotse voorzitter bent, ja, voorzitter van ja. MHC Os. Wat betekent het als vereniging dat je accommodatie er top uitziet? Nou, het heeft een enorme impact op je club. De mensen die zijn trots op de club, stralen dat ook uit. Je ziet ook dat het een aantrekkingskracht heeft. Dus als je een mooi clubhuis hebt en accommodatie qua velden en alles ligt er goed bij, dan merk je echt wel dat dat een positieve uitstraling heeft op de mensen, op hoe zij zich daar voelen. Ze zijn veel positiever. Je krijgt er zelfs meer weer vrijwilligers door, om maar zo te zeggen. Dus het heeft echt een hele mooie uitstraling. Jullie zijn natuurlijk ook een proces, ik kenschets het maar even heel snel, van fusie tot een grote vereniging, ja, tot een hele mooie accommodatie. Ja. Wat hebben jullie daar als vereniging voor moeten doen? Nou, ik herken wel wat Kees zegt. Ik denk dat je de energie binnen je club moet gaan bundelen om te kijken hoe je samen ook iets kan realiseren. Als je een clubhuis neerzet, betekent dat je ook zelf als club moet gaan investeren en moet gaan kijken met de leden van oké, hoe kunnen wij onze bijdrage daarin leveren? Hoe kunnen we dit mogelijk maken? Dus je moet echt wel zorgen dat je het ondernemerschap in je club eigenlijk gaat aanspreken en dat je steeds meer mensen gaat binden aan het idee, maar ook in de actiestand krijgt om iets mogelijk te gaan maken. Dus dat hebben wij natuurlijk al, dat doe je al in het proces van jaren, maar dat is wel echt belangrijk, dat ondernemerschap aanboren om iets neer te zetten, iets moois neer te zetten. Dan wordt het ook van jezelf en van iedereen en dat is wat je graag wil. Samenvat, is dat de belangrijkste tip, ondernemend? Ja, vind ik wel. En energie, zeg maar, mobiliseren. Mensen mobiliseren, ondernemerschap en daar positiviteit in brengen. Als je dan gaat kijken naar zo'n accommodatie, we hebben het nog niet helemaal met elkaar gehad over multifunctioneel. Hoe kijken jullie daarna als MHC Os? Nou, wij willen, onze accommodatie wordt al voor een deel multifunctioneel ingezet, maar we willen dat nog veel verder vergroten. We hebben een prachtige ruimte waar wij als club natuurlijk gebruik van maken, maar waar veel meer mensen ook op ingezet, of, zeg maar, van zouden kunnen genieten en benutten. Dus wij staan open voor de samenwerking met andere partijen om te kijken hoe wij ons clubhuis, maar ook onze sportvelden ter beschikking kunnen stellen. En ik denk een mooi voorbeeld daarvan is dat we met Sociaal Vitaal, wat ook een onderdeel weer een mooi programma is van het SEC, dat wij aan de groepen die willen sporten en bewegen, met name het bewegen van de ouderen, dat wij onze velden daarvoor ter beschikking hebben gesteld. En dat zij ook als het slecht weer is binnen in het clubhuis en ook weer een sociaal moment daarvan kunnen maken. Nou, dit soort initiatieven willen wij eigenlijk steeds meer gaan ondersteunen. Dus ja, ik kan hierbij ook natuurlijk een oproep doen aan de mensen die nu kijken. Als er initiatieven zijn waarvan ze denken, nou, daar kunnen wij bij MHC Os op de club op een of andere manier een invulling vinden, dan staan wij open gewoon voor het gesprek. Nou, dank je. Ik denk dat dat weer een verbreding is van de mogelijkheden die we zijn. Uiteindelijk gaan we nu naar de laatste stellingen van vanavond. En dat gaat dan, ik heb net al een klein voorzetje gegeven richting het openstellen van sportaccommodaties. Het zou zo logisch zijn dat we altijd wanneer we willen kunnen gaan sporten. Maar het is wel heel erg weerbarstig. Om maar een voorbeeld te nemen. Als er vakanties zijn en iedereen is vrij en zou willen bewegen, dan zijn de sportaccommodaties gesloten en is het kader op vakantie. En dat begrijpen we allemaal, maar het zou zo fijn zijn als we dat op een andere manier zouden kunnen stimuleren. Koert, jouw winkel is 7 dagen in de week open. Ja. Nou, 6. We hebben gelukkig de zondag
zijn wij niet open. Al zijn niet al mijn klanten daar even gelukkig mee. Maar wat ik vooral deze coronatijd zie, is dat ik ook enorm veel mensen zie hardlopen, zie fietsen, zie wandelen, naar buiten zie gaan. In ieder geval hun eigen beweging zien nemen. En ik vind het natuurlijk fantastisch als ze bij onze clubs komen en bij onze verenigingen. Maar ik ben iemand die het bewegen in zijn algemeen stimuleert. En vind het ook geweldig om te zien als ik op zondagochtend zelf mijn rondje aan het hardlopen ben, dat ik dan de indruk heb dat ze ongeveer half os tegenkom. Nou ja, goed, dan heeft corona in ieder geval dat in ieder geval gebracht. Ja, ja. Kees, als we praten over gemeentelijke sportaccommodatie en het openstellen. Is dat realistisch? Het is in ieder geval wel iets wat we na moeten streven, zoveel als het kan. Wat je ziet is, Koert geeft net aan, ik ben 6 dagen per week open. In principe zouden we heel graag willen dat alle sportaccommodaties 7 dagen per week open zijn. Als je naar de bezettingsgraad kijkt van sportaccommodaties, nou, als je dat om gaat rekenen hoeveel uren in de week een sportaccommodatie gemiddeld gebruikt wordt, laten we het dan daar aan refereren, dan is dat denk ik bedroevend laag, bedroevend in de zin van dat we daar met elkaar toch een aantal maatschappelijke penningen in steken en dan halen we er eigenlijk te weinig uit. Dus volgens mij is er ons heel veel aan gelegen om te stimuleren dat die sportaccommodaties meer gebruikt worden, dat die poort van 10:00 tot 9:00 open is, of 10 of 11, maakt niet uit, maar in ieder geval dat die zoveel mogelijk gebruikt worden, zodat we datgene wat we erin investeren, dat ook zich uitbetaalt en niet alleen dat het zich uitbetaalt, maar ook dat mensen zich, en dan hebben we het ook wat meer over de open club gedachte, dat mensen zich ook thuis voelen en dat die sportaccommodatie meer is dan alleen het complex waar vereniging I sport of vereniging X sport, maar dat het complex is van ons allemaal, hè, of van iedereen in de buurt of van iedereen die daar in de buurt sport en wil bewegen en dat iedereen zich ook zoveel mogelijk vrij voelt om daar gebruik van te maken. Daar zijn heel wat stappen die ik nu in een korte tijd zet, maar dat zou wel wat mij betreft ideaal beeld zijn. Nou goed, ik denk dat in ieder geval een hele mooie ambitie is. Koert, jij weet hoe dat werkt. Kun jij sportverenigingen helpen? Jij bent 6 dagen in de week open. Wij zijn 6 dagen in de week open, ja. En de pieken in de sportscholen, en dan denk ik dat ik ook voor mijn collega's spreek, die liggen vooral op de ochtenden en op de avonden. En in de middagen hebben wij onze slappe tijden. Maar ik denk dat we in de middagen, en ik denk ook wel dat dat gebeurt bij sportverenigingen, die bij de teamsporten, om het zo maar te zeggen. Daar hebben ze natuurlijk op de middagen de kinderen. En wij richten ons op middagen ook wel wat meer op kinderen, maar ook bijvoorbeeld op de ouderen die niet meer hoeven te werken. Voor hun is er dan natuurlijk tijd genoeg en ook plek om de rust op te zoeken binnen de sportverenigingen, maar ook binnen onze commerciële sportclubs. Maar waarom gaat die Ossenaar dan wel naar jullie en nog niet naar de sportvereniging? Nou, helemaal weet ik het antwoord niet, maar ik denk dat het toch te maken heeft met het aanbod wat er dan wel of niet zou zijn. Je ziet ook zeg maar bij vraag 34 dat daar, ja, dat antwoord blijft achter. Mijn sportclub is gemiddeld meer dan 12 uur op een dag open. Dat heeft een cijfer van 1,3 en blijft achter op die andere vragen die er gesteld zijn. En het is natuurlijk ook een kwestie van vraag en aanbod. Op het moment dat er geen aanbod is op bepaalde dagen of op bepaalde momenten van de dag, dan zal er vanuit de club ook weinig aanbod gedaan worden. Ja. Kees, jij stond net nee te schudden. Wat je ziet is dat we met name, en Koert refereert er al aan, mensen zijn, sommige sporters zijn niet blij dat ze op zondag gesloten zijn. Je ziet tegenwoordig dat men steeds meer plaats- en tijd onafhankelijk wil sporten. Ik wil zelf bepalen wanneer ik ga sporten. De generatie ouderen, mag ik mezelf ook bijna toe rekenen, wij zijn wel opgevoed met op het moment dat je gaat sporten op uur en tijd. Hè. Sport is ook sociale bezigheid en je gaat sporten op uur en tijd. En volgens mij kunnen een sportaccommodatie als plek om te ontmoeten, een sportaccommodatie, want bewegen is gezond. Toen mijn opa en oma 65 waren, toen zaten ze in het bejaardenhuis. Ik moet er niet aan denken dat ik daar over 8 jaar ook zit. Dat gaat ook niet gebeuren, naar ik hoop. Dus mensen blijven steeds langer vitaal. Alleen
wij zijn nog wel opgegroeid met de gedachte dat je sport op woensdagavond en vrijdagavond van 7 tot 9 en op zondag en op zaterdag speel je je wedstrijd. Hè. Zo zijn wij opgevoed. En ik denk dat we dat moeten proberen om dat los te laten. Dat we de sportaccommodaties ook moeten zien als ontmoetingsplek. Meer moeten gaan zien als ontmoetingsplek. En ik zie al langzaam initiatieven ook overdag ontstaan dat ouderen elkaar opzoeken en meer gaan sporten. Ik denk dat we dat moeten stimuleren. Ook in groepsverband, hoewel dat in coronatijd natuurlijk een beetje lastig is. Maar we kijken verder dan corona. Ook dat sociale aspect van sport is met name voor de groep ouderen denk ik hartstikke belangrijk en heel waardevol. En dat zou een hele mooie toevoeging zijn voor het gebruik van de sportaccommodaties in ons. Ik denk dat de laatste woorden van Kees min of meer aangeven wat de ambities zijn en ook een beetje de droom is voor ons allemaal. Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van de Osse Sportenquête online. Best spannend. Volgens mij is het best heel erg aardig gegaan met elkaar. De resultaten ontvangt u van ons. Belangrijk om in ieder geval even aan te geven dat we natuurlijk Koert, Kees, Fred, Margot, hartstikke fijn dat je ook met ons deze uitdaging wilde aangaan. Bijzonder. En wellicht dat we het nog een paar keer meer moeten doen. En daarnaast Jos en Angelo, die natuurlijk ook vanuit hun rol hun betrokkenheid hebben gehad in dit hele proces. En ik wil niet, zeer zeker niet vergeten, ook uiteindelijk Damien vanuit VideoFox, die uiteindelijk ook zijn bijdrage geleverd heeft in het hele traject. Wij hopen u gewoon heel simpelweg weer snel langs de lijn te zien. Om weer eens met elkaar te kunnen praten over resultaten, over teleurstellingen en over succes in de sport. Ik wens u allemaal nog een hele fijne avond. En let op elkaar en blijf bewegen.